Welkom bij NM Magazine, Going to the Movies. En naast me zit Patrick van der Wijk. En ik ben Maurice Arhout. En nu hebben we het over Red Sparrow. Of moet ik zeggen Red Sparrow. Ja, het is een beetje op de Eurozone. Ja, juist. Ja. Red Sparrow. Nou, die hebben we net gezien. Echt net bijna gezien. Net, we zijn net weer wakker geworden, zal ik maar zeggen. Want het was een lange zit. Ja, maar dat ligt ook aan onze milkshake. Klopt. Nee, je daar vol van het eten waren we ook. Dus het oogjes gingen een beetje kleiner worden af en toe. Maar we hebben wel helemaal gezien en helemaal gevoeld dat we niet in slaap vallen. Nee, en waarom niet saai hoor. Nee, dus maar het was wel een lange film. Nee, maar het was een beetje echt een spionagefilm. Ja, maar van 2,5 uur. Ja, maar dan is het... 2,5 uur spionage. Nee, maar ik heb me niet verveeld. Ik ook niet, maar ik had wel iets meer actie verwacht. Als je de trailer zo zag, dan had ik wel iets meer actie verwacht dan wat we gezien hebben. 20 minuten actie, 2 uur en 10 minuten. Ja, maar ik... Weet ik, maar ik vond het wel, deze film leed ook niet voor meer actie. Dan had ze uit de rol gehaald. Dus het was niet, kijk, dat is even voor duidelijkheid. Dit was geen actiefilm waarbij deze dame super getraind is. Dat ze allemaal fight moves doet. Nee, het is echt meer denkwerk. Is, manipulatie. Ja. Ja. En dat is wel even belangrijk om te weten. Als je denkt van, we hebben een keer toen die, hoe heet die andere film nou? Met, ja, noem het eens nou. Nou moet je er door. Ja, nou komt de druk op. Die speelde ook in Berlijn af met, ja. Weet je wat ik bedoel? Met Charlie Theron. Ja, Charlie Theron. Ja, dat is ook was ook een beetje een spionage. Maar die was een beetje retro, was dat? Ja, 80. Maar daar zat wat meer actie in, meer vechten. Ja, meer vechten. Hier zijn we ook een soort James Bond. Ja. Dit was meer een meisje die getraind werd als verleider. Als verleidster, ja. Daarom, dat zijn de Sparrows ook, dat is wat we bedoeld. Om informatie in te winnen. Sparrow. En maar alleen, het was een heel vies spel was het de hele tijd. Ja. Niemand was te vertrouwen. Dat was Russie. Wel iets. Ja, maar de Amerikanen ook niet helemaal te vertrouwen af en toe. Nee, maar ja. Nee, maar het hoort ook bij. Maar wat ik interessant vond, die personage van haar oom, die vond heel veel Poetin lijken. Ja. Echt. De beeldenis. Het gezicht, dat kon je duidelijk zien, die moest een soort standaard Rus, die een beetje invloedrijker was. Ik vond dat wel jammer, ze hadden een generaal, zal maar zeggen. En die generaal is Amerikaanse acteur, zal maar zeggen. Dus dat is dan, ze hebben een hele goede Russische acteur, daar hebben ze neergezet van, jij speelt dan de oom, bla bla bla, Russische RSW, volgens mij noemen ze het. Zoiets. Een spektakel met spionageachtige organisatie waar hij dan bij werkt. En dan degene die zijn overkoepelend orgaan, zal maar zeggen, zijn baas. Ja. Is dan weer zuiver Amerikaan. Ook de Amerikaanse bek had hij helemaal Amerikaans. Ja, vond ik wel. Ook zeker. Hij kon er zeker Rus wel door. Maar we leven niet meer in het Rutger Hauer tijdperk van de Russen, van Amerikanen. Die spelen een Rus. Nee. Dat kan toch ook gewoon een Rus zijn? Jawel. Waarvoor heb je nou ene keer een Rus en zijn commander is dan een soort Daarentegen vind Amerikaan. De grote baas, Heinz heet hij, die ook... Die vond ik dan weer wel op Rus. Maar hij is ook een zuiver Amerikaan. Maar die heeft toch wel iets van het Rus. Nee, het is een Engelsman. Heinz is echt een Engelsman. Ja. Maar het is geen Rus. Nee, maar hij heeft wel nog iets van weg, gaat hij. Ja, precies. En hij kon het goed neer. Maar die generaal kon het niet goed duidelijk neerzetten, vond ik. Nou, dat mis. Oké, nou, dat vond ik geen last van. Hij heeft nergens last van. Nee, soms wel. Nee, maar het is ik vond het een intrigerende film. Dus en ik was ook blij met het einde een beetje. Klopt. Dat is niet dat de Amerikanen wonnen, want daar was ik ook bang voor de hele tijd. Dat zei ik over het begin van de film. Ik hoop niet dat... Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het aan het einde dacht ik... Wat gaat er nou gebeuren? Praten ze nou? Wat mis ik nou een stukje van het verhaal? Ik dacht, even heb ik mijn ogen dicht gedaan. Want ik snapte even aan het eind niet van, waar gaan we nou heen opeens? Ja, nee. Tot ze die zak van het hoofd had gingen, dacht ik, tuurlijk. En toen zag je leuk, de hele verklaring van de film, hoe ze het allemaal had geregeld. En dat was best slim. Dat was heel slim. Dat is eigenlijk wel heel slim. Heel slim eigenlijk. Gedaan. Ja, dus dat maakte die film ook weer wat sterker, vond ik. Ja. Want dan zie je dan, En er wordt wel bruut geweld gebruikt, met name met martelingen en dat soort dingen. Ja, er wordt zeker met bruut geweld gebruikt. Daar moet je geen inspiratie op doen, want dat... ik zou niet naar doen. Nee, maar vind jij het niet een beetje de laatste tijd wel meer? Ja, het komt weer wat harder. Het wordt wat harder. Er komt ook wat meer een beeld weer. Ja, dat zagen we toen ook met die ontvoering toen. Dat is ook wel oorlog zijn. Dat is even zijn oorlog afsneden. Nu ook met... je moet gewoon kijken. Ik vind wel, dit is wel een bioscoopvaardige film. Maar je moet er niet twee op een dag kijken. Je moet niet eerst één film kijken en dan gaan eten en dan weer een film zoals wij vandaag gedaan hebben. Dat moet je niet doen. Want deze moet je de tijd gunnen om rustig te zitten. Gegeten, je gaat even koffie drinken en dan denk je rond 8:30. Nou, we gaan naar de film. Ja. Misschien moet je een middagmatinee oppakken. Dat je een beetje vers bent. Nee. Ik ga ook voor 's avonds wel. Dit is wel een avondfilm. Ja? Ja, wel. Dus want het is ook wel, het is gewoon een volwassen film is dit. Dus ik denk gewoon één film, deze film gewoon nemen dan. En heb in ieder geval niet meer dan één film. Nee, niet bij deze. Nee. Dus cijfertje. Cijfertje. Ja. Jij mag het zeggen, jongen. Ben je benieuwd? Ja, ik ben zeer benieuwd. Ja. Komt er weer. 7,5. Ik geef hem een 7. Ik ben iets hoger, ik geef hem een 8. Ja. En dit is een 8 min? Nee, gewoon een 8. Gewoon net een 8. Want hij klopt gewoon.
Acteer ja, ik het verhaal. Het verhaal klopt ook. Ik vind maar 8 vind ik wel hoog. Ja, maar het is veel goed. 7,5. Maar dan heeft hij mooi. Heb je goed gescoord. Dus dit is een bioscoopwaardige film. Dus gewoon gaan. Gewoon gaan. Ja. Pak hem maar mee. Precies, gewoon doen. Oké, tot de volgende keer. Doeg.